Nee, inderdaad. Ik denk vooral de eerste helft dat het niet goed was. Te veel met de lange bal gespeeld, denk ik. En het was moeilijk om ruimtes te vinden in het middenveld. Maar ondanks maken we wel twee goals. En tweede helft denk ik dat we wel goed de bal hebben gehouden. En ook nog kansen afgedwongen en geen kansen meer weggegeven. Dus, Maar ja, eigenlijk als keeper zijn die matchen het moeilijkste. En dat ik ook vandaag ook. Voor de ploeg was het ook niet gemakkelijk. We wisten dat we tegen een enthousiast Bergen gingen komen. En in deze kwartier, 20 minuten, hadden we het heel moeilijk. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, il y a eu quelques face-à-face, peut-être des moments, un manque de concentration, un petit doute qu'on avait à l'entame du match, dû aux défaites qu'on avait justement. Et le plus important, c'est qu'on a su mettre ce but qu'il fallait pour le peu d'occasions qu'on a eu. Et ça a permis aussi au groupe de se libérer un peu plus. Als je 0-2 voor staat en we houden de bal goed en we geven geen kansen weg, denk ik dat dat niet slecht is natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is altijd plezant voor nog eens de 0 te houden. En, ja, voor onze verdediging ook, voor onze ploeg. En dat was eigenlijk wel een keer nodig. Ja. Oui, ça donne de la confiance. Hein. Mais bon, je pense que peu importe le résultat d'aujourd'hui, ça aurait été quand même un match difficile. Donc ouais, bon, ça, on va dire que c'est un avantage d'avoir gagné. Parce que bon, on va pouvoir mieux se concentrer à ce match-là et passer à autre chose. We moeten er naartoe groeien. En dat gaat belangrijk zijn de volgende week, want we hebben twee heel zware matchen. Dus